Goeiedag, Martin Koken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Gaan we vandaag een HIIT workout doen. HIIT staat voor High Intensity Interval. Wat ik vandaag op het programma heb staan, zal ik hier ook even laten zien, zijn push-ups, squats, crunches of knieën wrijven. Voor degenen die mij kennen doen we knieën wrijven. High knees, betekent knie heffen. Wijde push-ups, dus wat meer wijd. Lunges op drie verschillende manieren. De mountain climbers, zal ik ook nog even voordoen. En burpees op drie verschillende niveaus. Ja? Ik zal eerst even wat klein kort uitleg doen over de verschillende dingen. High knees, gewoon knieheffen. Meer is er niet. Push-ups is natuurlijk bekend, hè? Squats is bekend. Crunches zijn bekend. Wijde push-ups. Je handen staan hier in plaats van hier. Hier beginnen we mee. Later wordt het dit. Lunges. Dit is een lunge. Dit zou een lunge kunnen zijn. Een vorm. Voor de absolute beginners. Die zal ik ook hier tegelijkertijd, als we zo meteen bezig gaan, in het beeld laten verschijnen. Krijg je wissel. Stap, wissel. Stap, wissel. Ja? Deze manier. Zolang de ronde duurt, kom ik zo op terug. Voor de beginners, die gaan een beetje half springend. Weet je dit. Handen mag je natuurlijk meebewegen. Dus niet helemaal springend. Maar wel wat explosiever dan de absolute beginners. En voor de intermediate mensen, die gaan echt door je springen. 20 seconden lang deze lunges. Ja, die komt zometeen gewoon in de training zelf terug. Dan krijgen we een mountain climbers. Heel even snel voordoen. Voor degene die niet weet wat dat zijn. Hierheen. Je staat in de push-up houding en je trekt je knieën op naar voren. Ja? Dat zijn mountain climbers. Iedereen is daarvoor gelijk. Geen verschillende variaties. Dan hebben we de burpees. Daar hebben we ook drie verschillende variaties in. De eerste voor de absolute beginners. Je gaat naar beneden. Je zet je handen op de grond. Je springt naar achteren. Zorg ervoor dat je, dat is bij iedereen, zorg ervoor dat je niet dit krijgt. Nee, je bent hier strak. Je springt terug en je springt omhoog. Zet je handen neer, spring naar achter, spring terug en omhoog. Ook deze variatie komt zo meteen in beeld als we de workout, als we met de workout bezig zijn. Mijn ademhaling gaat nu al omhoog, mijn hartslag gaat nu al omhoog. Dus dat is een goed teken voor zo meteen. De burpees voor de beginners met push-up. Hetzelfde, zet je handen neer, je bent hier strak, doe de push-up. Je springt terug en omhoog. Deze komt zo meteen terug in de workout die we zo meteen gaan doen. Voor de intermediate, voor de gevorderde mensen, komt er nog iets extra's bij. En die zal ik zo meteen natuurlijk ook tijdens de workout hier in beeld laten komen. Je gaat naar achter, je springt naar beneden. Je bent vast, hier, doe de push-up, je springt terug. En je trekt je knie op. Je doet een high jump. Zo. Up. Ja? Oké, top. Tot zover de uitleg voor de verschillende oefeningen. Hoe gaan we dat nou doen? Een HIIT training in de vorm van een Tabata. 20 seconden werken. 10 seconden rust. 20 seconden keihard knallen. Zoveel geven als je kan. Op met de juiste techniek. En maar 10 seconden rust. Dan begint de volgende oefening. Ik zal het programma kijken of ik dat standaard in beeld kan laten staan. Dan weet je ook precies wat het is. Ik zal het ook wel zeggen. Maar dan kun je daar een beetje op voorbereiden. We gaan 8 oefeningen doen dus. Push-ups, regular, normaal, handen hier. Squats, crunches, dus knieën wrijven. High knees, dus knie heffen, is 4. Dan de push-ups wijd. Met de wijde stand, jumping lunges of gewone lunges, mountain climbers en de burpees. Dat zijn 8 oefeningen. Allemaal 20 seconden werken, 10 seconden rust. Dus iedereen, ieder niveau kan dit doen. Behalve die variaties voor de benen en de burpees. Ik doe maar 1 hele ronde. Dus dat zijn ongeveer 4 minuutjes zometeen. Jullie doen 3. En als je nog niet moe genoeg bent, misschien voor de gevorderde, maximaal 4 ronden. Dan moet het echt wel klaar zijn. Dan ben je dus maximaal, als je het uitrekent, ongeveer een half uur bezig. Iets minder dan een half uur. Oké.
Dan gaan we gewoon beginnen. Ik zet hier een piepertje aan, zodat ik ook de tijd kan horen. Als het piepje gaat, over 10 seconden, beginnen we met de push-ups. Even aanzetten. Zoveel mogelijk push-ups. En go! Tien seconden rust. Krijgen we squats. Je merkt dat je hartslag gaat al omhoog. Tot 90 graden zakken. En helemaal omhoog komen. Tien seconden rust. Soms heb je even wat dorst, hè? Pak ook wat te drinken in die 10 seconden. Hè? Crunches. Knieën wrijven, ik doe het altijd zo. Zorg ervoor dat je onderrug goed in de grond blijft. Hè? High knees. Dus knie heffen. 20 seconden, dit is voor conditie, hè? Zorg ervoor dat de knieën echt omhoog gaan. Dat is belangrijk. Alles eruit halen. Alsof je keihard aan het rennen bent. Bij de push-ups. Let's go. Lekker. Nu komen de lunges in beeld, hè? Kijk welk niveau je hebt. Mountain climbers. Handen recht onder je schouders. Niet hier, hè. Duw jezelf naar achteren. Hier staan. Ik doe nu de burpees met push-up. De variaties komen hier. Laatste oefening. Geef alles, hè. Maximale tempo. Klaar. Lekker. 3 tot 4 minuten rust. Pak je de volgende ronde. Goed bezig allemaal. Nee, jij stopt niet. Oh ja. Goed bezig geweest. Lekker. Dus je 3-4 minuten heb je echt wel echt nodig. Pak ze ook lekker drinken. Voordat je in de volgende ronde begint. Je ziet, zo'n ronde is heel snel voorbij. Het is maar 4 minuutjes. Maar lekker intensief. Als je 3 tot 4 ronde vol hebt gemaakt. Echt top. Kom je tot 2 ronden. Is niet erg als je dan te moe wordt. Is niet erg. Bouw het gewoon lekker op. Herhaal deze training af en toe. En dan gaat je fitheid zeker vooruit.
Goed getraind en tot de volgende keer.